Zaterdag 26 juli was het voorlopig de laatste dag dat de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 in kolonnen vervoerd werden van de luchthaven Eindhoven naar Hilversum, waar de identificatie plaatsvindt. De brandweer uit onze regio heeft op privé-initiatief besloten om op twee plaatsen een erehaag te vormen langs de route van de rouwstoet. Deze erehaag was op de A27 bij Vianen en één op de afrit van de A27 bij Bilthoven-Maartensdijk. Wim van Haafden, Matthijs van der Veen en Marco Scheuder waren de initiatiefnemers. Ze riepen via Facebook hun collega's op om op deze wijze een laatste groet te brengen aan de slachtoffers en daarmee een steun te zijn voor de nabestaanden. Een van de verzamelpunten was het tankstation op de provinciale weg N234. Daar bleek niet dat er maar 30, maar ruim 100 brandweermannen en vrouwen op deze locatie een erehaag vormen. Er kwamen collega's uit Bunnik, Den Dolde, Soest, Amersfoort en de regio Amsterdam-Amsteland en zelfs uit Groningen. Opvallend was de aanwezigheid van Peter Dekker, die nog steeds herstellend is van een ernstig dienstauto-ongeluk. Hem vroegen we wat de aanleiding is van zijn aanwezigheid. Kijk om je heen. Ik denk dat iedereen hier met dezelfde gedachten staat en op ieders eigen manier toch een soort groet wil geven en eer wil bewijzen aan de omgekomen mensen. De erehaag werd gevormd op de rotonde boven de A27 waar de rouwstoet afsloeg richting Hilversum. Na afloop vroegen we Marco Scheuder, een van de initiatiefnemers, hoe het geweest was. Ja, het was heel erg indrukwekkend. Waar wij voor gingen is om te laten zien op hulpverleners dat wij een hart hebben voor de mensen waar we ons werk voor doen, dus de burgers. En op deze manier toch een laatste eer te kunnen bewijzen aan een aantal slachtoffers van de ramp met de MH17. En het geeft een heel goed gevoel. Ja. Ik ben blij dat we het hebben gedaan. We spraken elkaar vanmiddag door de telefoon, zijn er komen een man of 30. En nu? Nee, het initiatief komt niet alleen bij mij vandaan. Ik heb het gedaan met twee collega's, Matthijs van der Veen en Wim van Haafden. En wat wij wisten, is dat er dat aantal mensen zou komen. Alleen wat er uiteindelijk toch nog gekomen is, dat heeft onze stoutste droom wel overtroffen. Maar ja, ook dat is de brandweer. Hè. Wij zijn er altijd en op ieder moment. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan.